Ik verzoek de griffier de getuigen binnen te leiden. Goedemorgen. Goedemorgen is het nog steeds. Ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Nordanus. Meneer Nordanus, welkom namens onze parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. Onze commissie doet onderzoek naar opzet en werking van het hele stelsel van coöperaties, inclusief incidenten die daar plaatsvonden. En daarom willen we weten wat er is gebeurd, hoe dat kon gebeuren en wie daarvoor verantwoordelijk zijn. Vandaag concentreren wij ons op deze dag wederom op Vestia. En dan met name het interne toezicht daar. Het interne reilen en zeilen. In dat verband, meneer Nordanus, wordt u gehoord als getuige. Het verhoor vindt plaats onder ede. En u heeft ervoor gekozen in dit verband de belofte af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Staat die op? En zegt u mij na, dat beloof ik. Dat beloof ik. Staat u onder ede. Neemt u plaats, meneer Nordanus. Microfoon kan aanblijven, wederom. Het hele verhoor. U laat zich bijstaan door mevrouw Borjes. Welkom. Ik wijs u erop dat u zelf dient te antwoorden op vragen van de commissie. Goed, meneer Nordanus. Tussen 2001 en 2003 was u circa 3 jaar voorzitter van de Raad van Commissarissen van Vestia. En een jaar of 8 later, in de zomer van 2011, dan raakt Vestia in zeer, zeer grote financiële problemen. Dus dat is dan 8 jaar na uw vertrek. Desalniettemin willen wij als commissie u een aantal vragen stellen over uw tijd bij Vestia, om er ook achter te kunnen komen of de oorzaken van dat debakel, of die wat langer in de tijd al aanwezig waren. En de commissie wil ook van u weten hoe het in uw ogen nou zo mis heeft kunnen gaan. En daarnaast, dat is voor ons ook relevant, bent u als voorzitter van de Raad van Commissarissen in de genoemde jaren ook verantwoordelijk voor de beloning van de directeur-bestuurder, de heer Staal. En in dat verband hebben wij ook vragen aan u. Het woord is aan de heer Bashir. Meneer Nordanus, u bent nu burgemeester in Tilburg. Maar ik wil met u terug naar 1989. Toen was u net wethouder geworden in gemeente Den Haag. En 1989 was ook het jaartal waarin de heer Staal zijn carrière begon bij het gemeentelijke woningbedrijf Den Haag. U hebt die periode van redelijk dichtbij meegemaakt, omdat u toen wethouder was in Den Haag. En wij willen van u weten in hoeverre de groei van Stichting Woningbedrijf Den Haag en later dus van Vestia een strategie was in uw tijd als wethouder. Nou, laat ik er dit over zeggen. In de portefeuilleverdeling rond de verzelfstandiging van het gemeentelijk woningbedrijf, het bedrijf wat later Vestia is geworden, was ik niet de verantwoordelijk wethouder. Dat was een collega wethouder volkshuisvesting. Dus ik heb dat, ik deed andere dingen. Ik was verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en investeringen in de stad. Ik deed andere dingen. Dus ik heb dat op wat afstand gevolgd. Het was een debat waar ook de pro's en de voor- en de tegenkant van verzelfstandigen uitvoerig aan de orde geweest is. En het heeft uiteindelijk begin 90er jaren geleid
tot het ontstaan van Vestia. Erik Staal werkte toen eerst in andere rollen bij de gemeente en is toen directeur geworden. Ja, dat was in 92 en vanaf 92 is de heer Staal ook als enige directeur-bestuurder gebleven. Maar u was natuurlijk lid van het college van burgemeester en wethouders van Den Haag. Dus ik neem aan dat dit soort dingen ook daarin... Dat kan ik moeilijk ontkennen. Klopt, ja. Inderdaad 10 jaar geweest. En het college antwoordt natuurlijk altijd met één mond. En u weet natuurlijk ook van uw collega's van wat zij allemaal aan het doen waren. Maar u zag ook natuurlijk het gemeentelijke woningbedrijf groeien. En dan is de vraag van, was dat nou overheidsbeleid? Nou, die verzelfstandiging, dat is een heftig politiek debat nog geweest in die jaren. Ik ben er zelf nooit zo tegen geweest, omdat ik mondige corporaties zie als partner in de stedelijke ontwikkeling en als bondgenoot om te zorgen dat in steden als Den Haag, maar eigenlijk in al onze Nederlandse steden, mensen ook fatsoenlijke volkshuisvesting kunnen krijgen. Maar dan nog een keer mijn vraag. Vestia heeft een groei doorgemaakt. Het begon in uw tijd als wethouder. Was dat beleid van de gemeente? Was op dat moment helemaal niet het issue. Het issue was of een bootje met lekkage, hè, want dat waren in die tijd de meeste gemeentelijke woningbedrijven, of dat een stevige corporatie kon worden en of de risico's van verzelfstandiging niet te groot waren en of overigens ook de financiële positie, het was nog voor de brutering van Vestia, er een was die ook continuïteit kon borgen. Wat er qua groei daarna gebeurd is, dat was in het college van BMW absoluut geen gesprekspunt. Dus u zegt de groei was geen issue voor de gemeente, dus het gebeurde gewoon. Had dat ook te maken met de persoon van Erik Staal zelf? Was het zijn eigen ambitie om te groeien? Nou ja, dat is allemaal speculatief. U vraagt mij wat ik in mijn rol als wethouder hier in Den Haag vond van de verzelfstandiging, wat de issues waren in de discussie rond de verzelfstandiging in het college van BMW. En ja, daar geef ik u het antwoord op. Het was een moeilijk politiek debat in de raad. Er kwam een corporatie, eerlijk gezegd een beetje op hoop van zegen. We hopen dat hij het gaat redden met de bruidschat die meegegeven werd. En dat was wat aan de orde was. En de hele filosofie van groei van Vestia, die is ontstaan in de periode na verzelfstandiging, is ook ontstaan na de brutering in een ander perspectief. Ik wil er straks vanuit de rollen die ik later vervuld heb best iets over zeggen, maar toegespitst op uw vraag is dit mijn antwoord. Dan ga ik toch nog weer terug naar die tijd met u. Wanneer heeft u de heer Staal voor het eerst ontmoet? Nou ja, dat zal in die periode geweest zijn, maar dat was geen frequent contact. Toen hij baas van het verzelfstandigde woningbedrijf werd, was hij een van de corporatiedirecteuren in de stad met wie ik natuurlijk veel ambities deelde en met wie ik ook veel plannen op het gebied van stadsvernieuwing, op het gebied van stadsuitleg heb weten te realiseren. U hebt hem dus wel eens ontmoet. En wat voor persoon was de heer Staal? Nou, een stevige baas van een ambitieuze corporatie. En eerlijk gezegd waardeerde ik hem daar ook in, omdat steden ook stevige corporaties met ambitie en ook stevig leiderschap in corporaties nodig hebben. Ja. En u hebt in die tijd nooit gesproken over de groei die het gemeentelijke woningbedrijf doormaakte? Nee, niet naar mijn weten. Nee. Kijk even naar de voorzitter. U was zelf daarna een paar jaren voorzitter van de Raad van Commissarissen van het latere Vestia. Toen was het al een flinke club, maar is daarna nog verder gegroeid. Wat zou je onze commissie kunnen zeggen over de motieven van die doorwoekerende groei
van die organisatie? Nou ja, in de term doorwoekeren zit een oordeel dat groei niet goed is. Die groei had eigenlijk als basis in twee woningmarktgebieden, Rotterdam en Den Haag, een stevige positie hebben. Maar die groei werd ook meegebaseerd door dat bijvoorbeeld het toenmalige departement, het ministerie van Vrom, ook zwakke broeders in de sector aan Vestia voorstelde. Mm-hmm. Met het idee, die worden dan wel in het bedrijf opgenomen. Dus het was ook wel meegestuurd door opvolgende ministers mm-hmm. van volkshuisvesting, die Vestia ook zagen als een corporatie die ook zeg maar zwakke broeders zeg maar kon opvangen. Dat is precies een belangrijk punt inderdaad, want wij zien eigenlijk twee mogelijke groeibomen bij Vestia, waardoor het zo groot werd, namelijk enerzijds een omkruis, een omveld, een hele omgeving die misschien impuls heeft gegeven voor die groei. En we zien een ambitieuze bestuurder, dus onze commissie, probeert met vragen op dit punt aan u ook duidelijk te krijgen, wat was nou eigenlijk doorslaggevend voor de groei van Vestia in die beginjaren? Ik denk dat het allebei was en ik zeg u er toch het volgende bij. Het gaat ook een beetje over het hele sturingsmodel van Vestia als corporatie. Als je groeit vanuit een idee dat je in de gemeente, in de woningmarktgebieden waar je aanwezig bent, met redelijk zelfstandige vestigingen, met redelijk zelfstandige deelbedrijven, ook kunt doen wat in die steden volkshuisvestelijk gevraagd wordt, dan heb je een besturingsmodel te pakken die het toestaat om te combineren zorg voor bewoners en zorg voor stedelijke problemen in de gemeente waar je aanwezig bent, met een kleinere holding op centraal niveau die naar concernkaders kijkt en zich ook bezighoudt met de lange termijn strategie. Als je dan in zo'n groeifase zit, voor uw tijd en tijdens uw tijd als voorzitter van de RWC, komt dan ook wel eens een moment dat je je als toezichthouder afvraagt, wordt de club niet te groot en wordt de bestuurder niet uiteindelijk te machtig als die altijd op die stoel van het fusieproduct blijft zitten? In die governance situatie die ik u schetste, sterke deelbedrijven en een holding die op strategisch niveau stuurt, heb ik nooit gevonden dat de grens aan de groei bereikt was. Ik vond de stap om in wat inmiddels de zuidvleugel van de Randstad was, dus Rotterdam en Den Haag, om daar aanwezig te zijn, wat eigenlijk de grootste groeistap geweest is in die jaren, dat vond ik een logische en ook verantwoorde keus. Ik vond het niet verkeerd, vaak gestuurd ook door het departement, dat er andere broeders in de Vestia-familie opgenomen waren. Ik vond het ook niet verkeerd dat bijvoorbeeld de corporatie in het Westland, relevant voor de twee woningmarkten waar Vestia acteerde, dat die ook onder de paraplu van Vestia kwam. Dus ik heb het eigenlijk gezien als een ontwikkeling die kon in relatie tot het sturingsmodel wat Vestia in de jaren had. Mm-hmm. Kunt u ons ook nog wat zeggen over de persoonlijke drijfveren van de heer Staal, om daar zelf een belangrijke aanjager in te zijn? Een betrokken ondernemende bestuurder met passie voor volkshuisvesting. En ik denk dat dat belangrijk is om te benadrukken. Er is ook enorm veel gebeurd in die jaren door Vestia op het volkshuisvestelijk terrein in een moeilijke periode. En zoals het met ambitieuze mensen vaak gaat, maar dat speelt dus echt jaren na mijn vertrek, als de span of control er niet meer is, dan kunnen dingen misgaan. En ik vind wat er met Vestia op het derivatenfront gebeurd is, dat vind ik echt een rampzalige situatie voor de volkshuisvesting in het algemeen, maar ook voor de huurders van Vestia, die daar natuurlijk ook mee te maken hebben. Voor ik terug naar collega Bashir, u zegt de span of control later, die was er niet meer. Kunt u dat toelichten, wat u daarmee bedoelt? Nou, ik heb wel eens in een interview gezegd, ook een beetje terugkijkend, en we kunnen er misschien straks nog even bij stilstaan,
kijkend op de hele geschiedenis van Vestia en ook terugkijkend op mijn eigen betrokkenheid van 2001 tot eind 2003. Ik vond zelf, en we zullen er met uw commissie zo direct wel uitvoeriger over praten, dat op dat punt van dat toezicht, wat ik toen onder mijn verantwoordelijkheid met collega's uitoefende, dat daar op zichzelf niet zoveel mis mee was. Kunnen we over discussiëren zo direct, maar dat op het punt van het eenhoofdig bestuur, dat daar eigenlijk, en dat reken ik mezelf ook aan, had een moment van reflectie moeten zijn en hadden we moeten zeggen, je moet ook op het niveau van de Raad van Bestuur tegenspraak organiseren, want sterk leiderschap heeft ook aan de bestuurstafel tegenspraak nodig. En ik reken mezelf aan dat ik die discussie niet gevoerd heb, want dat had voor Vestia goed geweest, want ze was een stevige volkshuisvestelijke prestatie. Die had ook met voldoende tegenspraak blijvende resultaten opgeleverd. Helder. Meneer Bashir. Meneer Nordanus, ik ga wat verder met u door de tijd, namelijk naar 2001. Dan wordt u zelf voorzitter van de Raad van Commissarissen van Vestia. Hoe bent u dat geworden? Bent u gevraagd door de heer Staal? Ik meen me te weten, Staal die belde me op. Die zegt, wil je dat doen? En ik vond het uitermate eervol. Ik ben gaan praten met de medeleden van de Raad van Commissarissen. En de Raad van Commissarissen heeft me benoemd. Ik was vertrokken als wethouder in Den Haag. Ik was voorzitter van de Vromraad geworden. Was ik ook voor gevraagd, dus soms gebeuren dat soort blijkbaar dingen. Blijkbaar had u indruk gemaakt bij de heer Staal dat u gebeld bent. Nou, dat weet ik niet, maar ik vond dat ik in het profiel de samenstelling van die Raad van Commissarissen iets toe kon voegen. En daarbij, ik had voor een andere loopbaan gekozen dat die ambities op de stad, hoe gaan de steden in Nederland volkshuisvestelijk verder? Ik vond het maatschappelijk belangrijk om op die manier aan Vestia te kunnen verbinden. Ja. Meneer Nordanus, we hebben het net over de groei van Vestia gehad, over de fusies die er waren. En er zijn ook een aantal fusies in uw tijd plaatsgevonden. We hebben in ieder geval de fusie met woningenstichting Naaldwijk, de fusie met de stichting Verantwoord Wonen uit Nieuwkerk aan de IJssel, fusie met stichting Woningbouw Nooddorp. Dat zijn drie fusies die in uw tijd hebben plaatsgevonden. Kunt u verklaren waarom de heer Staal bij fusies telkens directeur bleef? Nou, dat vond ik eerlijk gezegd, vond ik dat een vrij logisch verhaal. Het waren kleinere clubs, de strategische rationale achter die fusies was, bijvoorbeeld als het gaat om Nooddorp, lag bij uitbreidingswijken waar het oude Vestia ook al verantwoordelijkheden had. Ja, maar dan heeft u het nu over de logischheid van de fusies. Ik heb het over waarom de heer Staal telkens bij elke fusie die er plaatsvond directeur-bestuurder bleef van Vestia. Nou, er zijn eigenlijk twee redenen voor. In die jaren van fusies tussen corporaties zag je eigenlijk twee modellen. Alle bestuurders vormen samen een soort Bulgaars partijpresidium en gaan met z'n allen de nieuwe corporatie besturen. Of er wordt gekozen voor duidelijk, eenduidig leiderschap bij de uitgaande van de grootste club die die fusie tot stand gebracht heeft. Bij Vestia is altijd gekozen voor dat laatste model. En ik vond dat eerlijk gezegd niet onlogisch. Dus u zegt er was geen concurrentie van gelijke niveau bij andere, fusiepartners? Nou ja, dat zou een vervelende opmerking kunnen zijn richting toenmalige bestuurders van die corporaties. Maar u was erbij, dus at the end of the day was dat wel het geval. Dat lag in de logica der dingen dat Staal daar de bestuurder van de grotere entiteit zou blijven. Dus dat werd ook door de fusiepartners eerlijk gezegd niet in twijfel getrokken.
En hoe verliep de samenstelling van de nieuwe Raad van Commissarissen na een fusie? Nou, soms kwamen er al dan niet tijdelijk ook leden van de Raad van Commissarissen van de corporatie die betrokken was bij de fusie mee richting RVC van Vestia. Soms was dat niet het geval. Dus er was een wisselende praktijk op. Ja. Het was een beetje onderdeel van het gesprek rond de fusie. En dan de fusie zelf en dan de ambities van de heer Staal. Speelde die daarbij een rol? Want in uw tijd heeft u dat natuurlijk van dichtbij meegemaakt. Een aantal fusies heb ik net genoemd. Speelde macht of een hogere salaris een rol? Het zijn twee verschillende aspecten. Dat hogere salaris is nooit een issue geweest, naar mijn idee, mag ik zeggen, want daar had hij al een contract uit 1998 voor op zak. En het was niet zozeer een machtsgedreven verhaal, het was een inhoudelijke betrokkenheid op wonen in de zuidvleugel van de Randstad. Was er niet door al die fusies een moment aangebroken waardoor de heer Staal te machtig werd? Nou, ik heb er straks over gezegd wat ik erover gezegd heb. Ik vind zelf, terugkijkend op het hele Vestia-verhaal van de afgelopen 15 jaar, dat wij als commissarissen op een moment voor een bredere raad van bestuur hadden moeten kiezen. En dat neem ik mezelf ook kwalijk, want en dat heeft dus te maken met hoe organiseer je tegen. Spraak. Ik heb er straks uw verhoor met de heer Koltek gezien en uw beeld van, nou, dat was maar één kleffe vriendentroep in die raad van commissarissen. Nou, no way. Daar zat een raad van commissarissen in mijn tijd die wel tegenspel kon bieden en dat ook de facto deed. Maar ik vind. In hindsight, dus het is makkelijk praten. Ik vind dat er ook tegenspraak in het bestuur van de corporatie had moeten zijn. En dat, hè, als je nou praat, hoe kijk je daar nou op terug? Dat is wel een duidelijk punt waarvan ik vind dat had ik anders moeten doen. En dan is het niet een kwestie van macht, hè, want macht is, ja, wie is de grootste, wie is de baas? Maar het gaat erom. Fatsoenlijk bestuur, hoe organiseer je tegenspraak? En dat is het punt wat ik in antwoord op uw vraag wil maken. Dat is helder, meneer Nordanus. Maar in die periode dat u voorzitter was van die RVC, was het wel een bewuste keuze om toch met het inbestuursmodel door te gaan. En Staal bleef in zijn eentje de baas. Dus dat is dan. Ja, dat klopt. En daar heb ik over gezegd wat ik erover gezegd heb. En dan. Kom je in, wat ik er straks ook al zei, van ja, hoe gaat dat bij andere fusies? Daar zag ik vaak te grote raden van bestuur, die behalve veel geld kosten, ook niet een krachtig bestuursmodel opleverden. Dus die keuze is inderdaad gemaakt, gemaakt. En ik heb u ook gezegd, wat ik daar op terugkijkend, vanuit de stabiliteit van de onderneming op langere termijn, wat ik daarvan vind. Die fusies waar de heer Bashir het net over had, dat waren dus overnames. Hè. Ik heb dat zelf in het bedrijfsleven wel gezien. Onder het formele mom van een fusie was het een overname met één grote club die de ander inleefde. En u zei, dan ligt het min of meer in de lijn der verwachtingen dat de leiding van de grootste club ook doorgaat, in dit geval de heer Staal. Als we iets eerder kijken naar hoe Vestia ontstond in echte fusies die eraan vooraf gingen, was hij ook iedere keer degene die bleef. Dus dan had je die logica niet achter de hand om te verklaren waarom hij iedere keer bleef zitten. Kun je daar nog wat over zeggen? Nou, ik weet dat dat wel voor uw tijd was als commissaris. Ja, maar. Dus ik heb er niet zo'n oordeel over. Hij stond bekend als een uitermate deskundig en gedreven bestuurder. Dus het was op dat moment ook niet een gesprekspunt, eerlijk gezegd. En dat was overigens niet alleen aan de tafel van de Raad van Toezicht werd dat
gezien wat zijn kwaliteiten waren. Maar dat was ook een beeld wat het departement had, wat het Centraal Fonds had. Dus dat was eigenlijk in de sector was dat wel een gedragen opvatting. En dan nog heb ik erover gezegd wat ik daar terugkijkend op vind. Je kunt een hele stevige ondernemende bestuurder bij een corporatie hebben, maar zeker met de schaal die Vestia op een moment kreeg, hadden we in de bestuurskamer van Vestia meer tegenspraak moeten organiseren. En had dat in hindsight dus wederom de beste strategie geweest. Toen u voorzitter was van de Raad van Commissarissen, was u dus ook voorzitter van de zogenaamde kernraad uit de commissarissen, die over de beloning van de directeur-bestuurder ging. Zat er nou wel of geen koppeling tussen de groei van Vestia en de salarisontwikkeling van bestuurder Staal? Nou, dat contract wat Dirk Staal had, 94, 98, tot stand gekomen, was wel in de trappen van salarisstijging gekoppeld aan een groeiperspectief, een verwacht groeiperspectief van de corporatie. Maar ik heb nooit gezien en ook naar mijn overtuiging nooit aanwezig geweest bij Staal dat vanwege zijn remuneratie hij zocht naar een groei van de corporatie. Die groei was inhoudelijk gedreven met de argumenten die ik ook op de vraag van de heer Bashir heb getracht aan te geven. Daar ging het om. Het was een man, het is een man, die ook voor wat betreft wat er in steden in Nederland moest gebeuren, vanuit die optiek werkte en vanuit die optiek ook naar de groei van Vestia keek. Ja, als dat dus feitelijk zit voorzien in zijn remuneratiepakket, dat dat gekoppeld is aan groeistrategie, dan heb je natuurlijk wel die prikkel, hè? Die is er dan. Nou ja, maar de vraag is, en dat kunnen wij beide, omdat we niet in de man zijn hart kunnen kijken, dat kunnen wij beide niet beantwoorden. Maar waar ik betrokken geweest ben bij de groei van Vestia, stond die inhoudelijke argumentatie steeds voorop. En ik neem aan dat dat ook voor de heer Staal gold. We gaan even door met de beloning. In de periode 2000 na 2002, dus dat is een gedeelte al van uw periode als voorzitter van de Raad van Commissarissen, zien wij de bruto jaarpositie van de heer Staal stijgen van 2,24 naar 3,29. Dus dat is €105.000 bruto, kwam er in 2 jaar bij, van 2000 naar 2002. Dat was een relatief zeer forse sprong in een zeer beperkte tijd. Kun je uitleggen wat de redenen daarvoor waren in die tijd om zo geweldig voor Staal vooruit te gaan? Ja, en dan praat ik uitsluitend over de periode waar ik verantwoordelijkheden gedragen heb. De heer Staal had een arbeidscontract waarin een salarisgroei in stappen voorzien was. En we hebben het er straks over gesproken, de groei, de omvang van Vestia was daarbij ook een criterium voor het doorgroeien naar wat het eindsalaris was in dat contract, wat, dacht ik, in de laatste versie in 1998 afgesloten is. Toen ik eind 2001 was dat, denk ik, ik werd halverwege 2001 voorzitter en had mijn eerste beoordelingsgesprek, remuneratiegesprek eind 2001. In die situatie was de fusie met de Rotterdamse corporaties volgens mij geëffectueerd en was dus het gesprek van ja, we zijn een wezenlijk ander bedrijf geworden. Wat betekent dat voor de toenertijd geprognotiseerde salarisontwikkeling? En in mijn herinnering hebben we toen in 2002 gezegd, je hebt gelijk, meer dan verdubbeld, echt ten opzichte van dat Vestia Den Haag, echt een ander, veel groter bedrijf geworden. Dus wij kennen die extra treden in
de salarisontwikkeling eerder toe dan voorzien. Ik dacht dat de eindtermijn er 2004 voor was. En dat verklaart de salarisgroei waar u op duidt. Kunt u ons iets vertellen over de wijze waarop salarisgesprekken met bestuurder Staal liepen? U ging daarover als raad voor commissarissen, als kernraad? De heer Luchten en ik deden de beoordelings- en remuneratiegesprekken. Mm-hmm. In mijn weten werd ook van de kant van de heer Staal aan de orde gesteld, hoe zit het met mijn salarisontwikkeling? We zijn gegroeid en ik vond er ook het contract uit 98 kennend, vond ik daar ook wel ratio in zitten. Vandaar dat we er toe besloten hebben. Ik neem u dan toch even mee naar 2003. Want toen stond de heer Staal dus op zijn maximum. Vestia was nog steeds als bedrijf succesvol in wat van de club gevraagd werd, volkshuisvestelijk. En toen kwamen wij in het salarisgesprek toen, naar aanleiding van een opmerking van de heer Staal, die vroeg wat is mijn salarisperspectief op langere termijn, kwamen wij opnieuw aan de praat over het salaris. Ik vond zelf met wat de afspraken uit 98 waren, die dus ruim voor mijn tijd gemaakt waren, ik dacht nou is het wel welletjes, want ik vond dat hij een uitermate riant salaris verdiende. En ik heb toen gezegd van nou, vriend, luister, laten we eerst nu eens gaan kijken hoe dat salaris zich verhoudt ten opzichte wat in andere vergelijkbare functies verdiend wordt. En op basis daarvan kunnen we dan vervolgens kijken of daar qua salarisontwikkeling nog ontwikkeling in zit. En hoe ging dat daarna in de praktijk? We hebben dat door HEI laten doen. Dat is een toetsclub op salarisontwikkeling. En in die jaren, dat waren dus jaren van voor de balken en de norm, zeg ik daar voor alle zekerheid maar even bij, het is natuurlijk lastig om na de privatisering, na de bruteringswet uit 1995, te bedenken van waar moet je dan aan toetsen. Die toetsingskaders die waren er niet. En ik heb gekozen om dat HEI-onderzoek, die toetsing te laten doen aan middelgrote beleggende vastgoedbedrijven, dus de private sector. En dat HEI-onderzoek dat leverde op dat met die maatstaf de heer Staal een salaris verdiende wat redelijk in de prik zat voor wat betreft collega's in de marktsector. En ik heb dat onderzoek vervolgens op tafel gelegd en gezegd van nou, hier moet je het dus mee doen, want zelfs ten opzichte van de marktsector verdien je dus een marktconform salaris. Daar was hij het overigens mee eens. En we hebben toen gezegd, we zetten dus geen verdere salarisontwikkeling door en je salaris blijft. Maar dat was al het geval op basis van dat contract uit, ik dacht, 1998 of 1994. Dat blijft gekoppeld aan de cao-ontwikkeling van woningbedrijven en dat was het. Wat ik vaak zie met ook zo'n bureau als HEI in het bedrijfsleven is dat er, als het gaat om een organisatie in het publieke dan wel semi-publieke domein, dat er wel een correctiefactor op komt ten opzichte van de private markt. Maar dat was hier dus niet zo. Nou ja, daar heb ik me eerlijk gezegd niet al te diep meer in verdiept. Want ik vond het zelf een voldoende argumentatie om te zeggen, nou is het welletjes qua salarisontwikkeling. En ik zeg u ook dit nog even bij. In die periode, een periode waar de woningmarkt flink in beweging kwam, waar koopwoningen ineens gewild werden. Dus die koopwoningenmarkt trok aan, er werden nieuwe wijken gebouwd, zag je in corporatieland en overigens ook bij gemeentelijke grondbedrijven dat talentvolle bestuurders hun baan verruilden voor een baan in de marktsector. Dus ik had eigenlijk als argumentatie, het is wel welletjes en ik vond het zeg maar prima om op die manier een streep onder het hele salarisgesprek te kunnen zetten en te zorgen dat Staal met plezier ook bij Vestia bleef werken.
Daarna, u was dan inmiddels weg, is het wel nog flink gegroeid. Hoe kijkt u dat tegenaan? Vind je het passend, zo'n salaris? Daarna zijn er natuurlijk een heleboel dingen gebeurd. Wij zijn allemaal in Nederland ons veel meer bewust geworden van publieke taak en salariering van publieke functionarissen. Dus je zou nooit in de huidige situatie een corporatiedirecteur een salaris bieden wat de heer Staal had op basis van dat contract uit 1998. Want dat is te veel en ook gelet op wat voor risico's, arbeidsrechtelijke risico's je in de non-profit sector hebt, is dat buitensporig. Maar ik zeg er wel bij, dat contract, dat had hij. Hij was uitermate waardevol voor Vestia. En we leven inmiddels in een andere tijd. En ik ben met u van mening dat in die andere tijd ook echt anders naar salarissen van bestuurders in de non-profit sector gekeken moet worden. Meneer Bashir, nog aanvullend? Zeker, voorzitter. Meneer Nordanus, u bent in 2001 voorzitter geworden van de Raad van Commissarissen. Toen was het salaris van de heer Staal afgerond 224.000 euro per jaar. En toen u wegging was dat meer dan 330.000 euro geworden. Dat is een stijging van meer dan 100.000 euro per jaar. Hoe verklaart u dat? Ik dacht dat ik richting de heer Van Vliet die verklaring al gegeven had. Maar ik wil hem graag ook u nog een keer geven. Ja, doe u dat maar. Dank u wel. Er lag een contract met stappen. En er was een koppeling aan de CAO. Ja, dan wil ik het daarover met u hebben. U zegt er lag een contract. Uit informatie die wij hebben gekregen blijkt dat de heer Staal in 1994 aan de slag is gegaan met een salaris van 25.000 per maand. In 1998 zijn afspraken gemaakt om dat salaris te verhogen. En die 25.000 wat ik net noemde was guldens en dat werd 32.000 500 gulden per 98. Dat waren de afspraken die toen gemaakt zijn. En de afspraak was ook dat in oktober 2003 het salaris zou groeien naar 45.000 gulden. En u hebt als voorzitter van de Raad van Commissarissen ermee ingestemd dat al per 1 oktober 2001 het salaris naar 23.000 euro zou gaan. Hoe kunt u dat uitleggen? Nou, dat is niet zo moeilijk en dat zal ik dus nu ook doen. De afspraak van 16 december 1998 voorzag in een aan de groei van Vestia gekoppelde groei van het salaris van de heer Staal. Daarnaast zat in het contract van 1994 een meegroeien met de CAO van de corporatiebedrijven in Nederland. Wat ik gedaan heb tijdens mijn voorzitterschap van de Raad van Commissarissen van Vestia is het plafond, gelet op de groei van het bedrijf, eerder toekennen. Twee jaar eerder. Niet, ja, precies. Twee jaar eerder toekennen. En er was ook alle aanleiding voor, omdat Vestia die groei ook daadwerkelijk gerealiseerd had en het bedrijf overigens liep als een zonnetje. Ja. En ik heb u daarna gezegd en daarna vond ik het wel welletjes en dan kom je dus in wat er daarna gebeurt. U hebt het moment waarop het maximum salaris behaald zou worden 2 jaar vervroegd. Dat klopt. Want we hebben het over guldens en euro's. Welke euro-guldenkoers heeft u gehanteerd? Nou, ik had geen functie bij een grenswisselkantoor, dus dat kan ik u niet zeggen. Daar is een besluit genomen. Ja, want als we naar de bedragen kijken, want ik vraag het natuurlijk niet zonder reden. Nee, dat dan snap ik. Dan is die 45.000 gulden, was dat 20.500 euro. En u hebt 23.000 euro toegekend. Ja. Ja, dus toch 2.500 euro per maand meer, 2.500 euro. Toch kan je dat niet zo zeggen, want ik zeg eerst even hoe het in het proces ging. Er is dus in de raad, in die kernraad, een besluit genomen. Wij geven jullie extra treden eerder dan het voorziene jaar 2004.
En dat wordt dan vervolgens door de salarisadministratie bij Vestia wordt dat uitgerekend en verwerkt. Dus Luchten, secretaris, zorgt dat dat gebeurt. Inmiddels speelt door die salarisontwikkeling ook heen hoe die cao-woondiensten zich ontwikkeld hebben. En als u in uw eindrapportage overtuigend aan kan geven dat die salarisverrekening, dat die verkeerd door wie dan ook gedaan is, dan ben ik onmiddellijk bij u aan boord. Ik kan alleen zeggen wat het besluit is, wat genomen is door de kernraad. En dat besluit was, je krijgt die extra treden eerder op de manier zoals u het ook geformuleerd hebt. En ik ga ervan uit, maar ik vind dat ik als voorzitter van de Raad van Commissarissen er ook vanuit mag gaan, dat in de communicatie door de secretaris van de Raad en ook gewoon de financiële directeur van Vestia, dat op een goede manier uitgerekend is. En anders is het op een onrechtmatige manier verkregen. Dan wil ik u toch concluderen. Namelijk, u zegt van, ondanks de afspraken uit 98, heb ik toen als voorzitter van Raad van Commissarissen in de kernraad samen met de secretarissen besloten om het maximum salaris 2 jaar eerder toe te kennen. En ik heb ook nog besloten om het salaris met nog eens 2.500 euro per maand te verhogen. Dat klopt. Nee, het eerste is juist. Want dat zijn de gegevens. Het eerste is juist en het tweede klopt niet. Het eerste besluit is genomen en het tweede niet. Maar als we kijken naar de bedragen, 45.000 gulden en hoeveel euro dat is, dan is dat geen 23.000 euro. Ja, dat snap ik. Maar ik zeg dat het net een slag ingewikkelder ligt. Omdat je dus ook die cao-woondiensten erbij in oogenschouw moet nemen. En ik zeg daar ook bij, ik voel me niet verantwoordelijk voor de vertaling van een bestuursbesluit, kernraad, 2 jaar eerder extra geld. En naar mijn weten, tenzij mij echt iets ontgaan is, maar ik ben er zeker, bijna zeker van dat dat niet het geval is, is buiten die verhoging niets extra's toegekend. Ja, dus het feit dat het bedrag van 20.500 euro opeens 23.000 euro per maand blijkt, dat is gewoon gebeurd en dat is allemaal rechtmatig, zegt u. U zult dat moeten onderzoeken. U bent van het feitenonderzoek. Dat was in uw tijd als voorzitter van Raad van Commissarissen. Ja, maar wat ik u probeer te vertellen is dat u dan ook moet kijken naar de ontwikkeling van de cao-woondiensten, die dus parallel daaraan ook zijn loonontwikkeling had. En ik denk dat dat het verschil verklaart waar u het over heeft. Ik kijk naar de voorzitter. Meneer Nordanus, de pensioenvoorziening, er is veel over te doen geweest van de heer Staal bedoel ik. Kunt u onze commissie kort uitleggen welke afspraken er in uw tijd als commissaris zijn gemaakt over Staal zijn pensioen? Zeker. Het arbeidscontract van de heer Staal, wat er lag, voorzag in een gemitigeerde eindloonregeling. Dus daar was ook, de pensioenreservering binnen het bedrijf op gebaseerd. En daarachter lagen contracten met pensioenclubs. Toen wij in 2003 het eens geworden waren over een streep door verdere salarisverhogingen, werd in de nazit van dat gesprek, kwam het probleem op tafel. En ik weet niet meer wie het op tafel bracht. Ik denk dat het de heer Luchten was. Dat systeem van die gemitigeerde eindloonregelingen geeft een heel raar beeld over salarisontwikkeling. En die salarisontwikkeling rond die tijd werd openbaar gemaakt en dan zou je het gevoel hebben van hé, die man die krijgt er ineens weer een hele smak geld bij. Hoe moet dat dan? Was de discussie. Kan er dan niet een beschikbare premieregeling komen? Dat leek mij allemaal vrij gecompliceerd, want je wil aan de ene kant, wat de heer Staal toen ook onmiddellijk zei, van nou ik ben overal voorin,
Maar ik wil er niet op achteruit gaan. Je kan aan de ene kant moeilijk zekerheid bieden over een pensioenbedrag op het moment dat dat in moet gaan. En aan de andere kant met een beschikbare premieregeling een gefixeerde premie hebben. Dus het leek mij een ding waar je echt eens even voor zou moeten gaan zitten. Dus de conclusie in dat gesprek was vrij helder. Nou, dan gaan we eens op studeren hoe dat allemaal moet. En ik dacht, nou ja, ik hoor het wel. Dat heb ik niet meer gehoord. De uitgangspunten waren helder. Het moest niet gaan, en dat vond ik ook vanuit werkgeversperspectief legitiem, ten koste van de pensioenaanspraken die de heer Staal had. We wilden graag een eenduidige pensioendotatie kunnen presenteren. En vanuit dat uitgangspunt werd het in een dit onderzoeken we verhaal gestopt. Ik heb de resultaten van het onderzoek niet meer gezien, want ik ben eind 2003, zoals u weet, als voorzitter van commissarissen vertrokken, omdat ik een andere baan kreeg waar een conflict of interest met Vestia in zat. En dat is eigenlijk wat ik er in mijn tijd over te vertellen heb. Wie nam nou het initiatief om tot een wijziging van het pensioensysteem te komen? Weet ik niet precies meer. Het is of de heer Luchten of de heer Staal geweest die dat in die nazit in 2003 opgebracht heeft, maar dat kan ik me niet goed meer herinneren. Want als hij er niet op achteruit mocht gaan, dan zou je ook kunnen zeggen, wat heeft het dan voor zin om iets anders te verzinnen? Nou, het was een methode om een eenduidige presentatie van de totale remuneratie van de heer Staal in jaarrekeningen te kunnen presenteren, zonder het ene jaar het idee te laten postvatten dat hij er ineens een hele slok geld bij kreeg, en zonder in het volgende jaar te moeten rapporteren van, nou ja, het is nou ineens heel anders. Dat was de achterliggende gedachte. Kun je ook over strijden, maar dat was in ieder geval waar we hebben er ook echt geen uren over zitten praten. Het kwam als een soort bijkomend punt. In dat gesprek kwam dat naar voren. Ik was zelf blij in dat gesprek dat ik die clip van nog meer salaris omzeild had. Dus ik dacht, nou, ik zie het wel. Maar als die beschikbare premies uiteindelijk dan meer zouden opleveren dan het oorspronkelijke eindloon vooral, wie mocht dat dan houden, dat surplus? Nou, er is geen woord over gewisseld. En dat leek mij ook de breinbreker, eerlijk gezegd. Want als je erop tekort komt, dan moet je bijstorten. En als je eraan overhoudt, ja, dan is dat inderdaad de vraag. Maar nogmaals, we hebben dat op dat moment absoluut niet uitvoerig gewisseld. En in mijn optiek dacht ik van, nou, ik hoor het wel. Het lijkt me een lastige breinbreker, ook vanwege de vraag die u stelt. Maar laat het maar eens uitzoeken, er iemand die in die pensioensector ook weet hoe je of en hoe je dat kan regelen. Maar uw voormalige collega Luchten, die we hier hebben gehoord als getuige, die was wel wat stelliger op deze vraag. Hij zei, wat overblijft, ja, dat was voor Staal. Nou, dat, wij zouden het tekort aanvullen, wij is Vestia. En de rest, als het meer was, dan Nou, dan zeg ik u met stelligheid, dat is niet gewisseld in het gesprek wat ik me herinner. En dat is absoluut niet aan de orde geweest in mijn periode, nog in de kernraad, nog in de bredere raad van commissarissen. Want dat zou ik ook een bijzonder eenzijdige regeling vinden. Dat is een regeling van vrij reizen, de nadelen voor het bedrijf en de voordelen voor de bestuurder. En dat zou ik totaal onacceptabel gevonden hebben. Ja, de loterij zonder nieten. Op 28 januari 2010, u bent dan ruim 6 jaar weg bij Vestia, komt de heer Luchten met een brief over, het is geen nieuwe pensioenbrief, maar een soort herbevestiging, herduiding van de intenties van de toenmalige raad van commissaris uit uw tijd, wat dan was afgesproken over het pensioen. En die brief, ja, daar was blijkbaar behoefte aan op dat moment binnen Vestia. Maar hij liet hem ook door u ondertekenen, terwijl hij al ruim 6 jaar weg was. En in die brief daar staat, en ik citeer even kort, het ontstaande probleem van een pensioentekort als gevolg van de kredietcrisis mag niet op jou, Erik Staal, worden afgewenteld.
Wie nam nou het initiatief tot deze brief met een soort bevestiging van de intenties? Ik dacht dat het de heer Staal was die mij daarover opbelde. Er is gedoe rond hoe mijn pensioenvoorziening in elkaar zit. Weet jij nog wat wij in 2003, wat we daarover gezegd hebben? Ik zei, nou ja, dat weet ik nog wel. We zouden het uit gaan zoeken. En de randvoorwaarden waren de twee randvoorwaarden die ik u eerder ook noemde. Ja, wil je dat ook verklaren dat het geval geweest is? Nou ja, is goed, ik hoor het wel. Toen kwam die brief langs, die heb ik ook getekend. En ik heb, dat is u niet ontgaan, daar later ook van gezegd, daar had ik even wat secuurder mee om moeten gaan, omdat ik oprecht vind dat wat er in die brief staat over wat er in 2003 gebeurd is, dat is zo. Het is toen niet afgekaart naar mijn idee, maar ik wil geen partij zijn, omdat ik dat ook daar geen verantwoordelijkheid bij heb, maar ook daar de kennis niet van heb. Er is in 2005, dus ruim na mijn vertrek, uiteindelijk een pensioenovereenkomst tot stand gekomen die ik niet ken en waar ik dus ook geen oordeel over wil hebben. En wat ik dus van die brief vind, nogmaals, ik loop dus helemaal niet weg van wat er in 2003 over die kwestie gewisseld is, maar ik weet niet met welke intenties en met welke afspraken ruim anderhalf jaar later uiteindelijk een regeling tot stand gekomen is. En als die regeling eenzijdig is of als die regeling niet de intenties beantwoorden die wij toen hadden, dan moet je er nog eens over praten. Maar ik voel me niet, ik ben er niet bij betrokken geweest, ik kan het niet overzien en ik verantwoord me ook hier voor de dingen die ik wel onder mijn verantwoordelijkheid gedaan heb. En als het dus om die pensioenkwestie gaat, zo lagen de kaarten in 2003 op tafel. Vanuit die intenties, die brief is vervolgens een regeling in 2005 getroffen. En waar ik die regeling niet ken en ook niet weet waarom partijen die blijkbaar toch in vol verstand getekend hebben, dat gaat mij te ver. Het is mij toch even niet duidelijk, meneer Danes, want u tekent die brief in januari 2010 van Luchten. Maar u zegt 2005, toen was ik er niet meer, toen zijn de afspraken gemaakt. Maar er komt een brief dan in 2010, die grijpt dan terug naar 2003. U zegt, daar neem ik de verantwoordelijkheid voor. Maar hoe zit dat dan met die brief? Als je in 2005 nieuwe afspraken hebt, hoe kun je dan in 2010 een brief tekenen die dan blijkbaar daar helemaal aan voorbij gaat? Want u zegt, die brief gaat alleen over mijn tijd in 2003. Het ging erom, dat was ook het verzoek waarvoor ik benaderd werd. Weet je nog vanuit welke uitgangspunten, hoe we daar toen naar keken? Dat is ook de kern van de brief, eerlijk gezegd. U heeft hem, ik heb hem ook. Probeer ik het toch op een andere manier te beantwoorden. Ik heb Erik Staal leren kennen als iemand die goed nadacht over zijn arbeidsvoorwaarden. En daarin niet over één nacht ijs ging. Zich ook goed door topadvocaten, als het nodig was, liet adviseren over die arbeidsvoorwaarden. En wat ik niet weet, en daar wil ik dus ook geen verantwoordelijkheid voor nemen, is wat is er in 2005 getekend, naar KNM ook met goed advies door alle betrokkenen getekend. Ik kan alleen zeggen wat in 2003 de intenties waren, en dat heb ik eerder in het gesprek ook helder gemaakt. Ik heb die brief getekend, ik dacht, nou ja, als ik nog iets toe moet lichten, dan hoor ik het wel. Ik heb er verder niks meer van gehoord. Ik hoorde op weg hier naartoe nog eventjes ook wat u in de vorige sessie erover gewisseld heeft met Siewert Koltek. Die brief heeft wel een hele mythische status gekregen. Want in mijn idee leg je pensioenafspraken niet vast in de nazit van een salarisgesprek. Die leg je vast in een pensioencontract. Een pensioencontract wat je dus analyseert op die uitgangspunten
Waar ik u over gesproken heb. Zeker, zeker. Maar die brief die is er natuurlijk wel. Mijn vraag is, wie stelde die brief van januari 2010 feitelijk op? Weet u dat? Dat weet ik niet. Ik weet dat ik heb er met Luchten of Staal contact over gehad. Het speelt, zoals u weet, ook in de hele rechtelijke procedure rond de pensioenzaak. Ik weet het niet. Want wij vroegen dat ook aan uw voormalige collega Luchten, die samen met u in 2003 die afspraken maakte. En we vroegen ook dat, omdat in die brief staat, als gevolg van de kredietcrisis, die problemen mogen niet op jou, Erik Staal, worden afgewenteld. Dat is op zich een vreemde passage, hè? Want iedereen in Nederland heeft te maken met pensioenkortingen, omdat het slecht gaat in de financiële wereld. Dus blijkbaar gold dat niet voor de heer Erik Staal. Dus dan vroegen wij aan de heer Luchten van, ja, wie stelde die brief nou op? Toen zei meneer Luchten van, oh ja, nee, ja, dat, ik was het niet, ik heb alleen getekend. Geldt dat ook voor u? Nou ja, het is duidelijk dat ik de brief niet opgesteld heb, maar ik wil er toch nog even iets anders bij zeggen. En dan komen we een beetje in de stel dat redeneringen. Als nou Staal met die gemitigeerde eindloonregeling die hij had, conform zijn arbeidscontract, als die eindloonregeling doorgetrokken zou zijn, zou het pensioenbedrag wat nu op tafel gebracht is, ook op tafel gebracht moeten worden. Dan in de situatie beschikbare premieregeling. Ik kan me alleen voorstellen dat er een beschikbare premieregeling is waar je het dus hebt over dingen als wie belegt, wie draagt het beleggingsrisico, wie gaat over de upside en wie gaat over de downside. En dan herhaal ik wat ik eerder gezegd heb, waar ik niet beschik over het pensioencontract uit 2005, kan ik daar ook geen oordeel over geven. En wat ik betreur in de brief, door mij geaccordeerde brief in 2010, is dat er twee dingen in staan. Hoe is het gegaan? En er wordt ook een oordeel gegeven over een bestuursbesluit, niet in mijn periode. En daar kan ik me dus ook niet op verantwoorden. In ieder geval, er zijn flinke premies afgesloten voor de heer Staal door de jaren heen. En toen hij wegging, werd er nog eens 3,17 miljoen om een gat te repareren meegegeven, afgezien van een jaarsalaris extra. Dat zijn bij elkaar meerdere miljoenen euro's, is uit de verhoren gebleken. Hoe kijkt u daar zelf tegenaan? Nou ja, ik vind het een exorbitant bedrag. Dat heb ik ook op andere momenten gezegd en dat herhaal ik hier. Dat moet maar in rechten blijken. Of dat pensioencontract uit 2005, of dat ook dat recht bevat. En dat is wat ik daarvan vind. Meneer Bashir, nog aanvullend? Ik heb één vraag. Meneer Koltek, die verklaarde van ons vanochtend hier bij ons dat die brief die u heeft ondertekend ertoe heeft geleid dat uiteindelijk de heer Staal 3,17 miljoen aan pensioen heeft mee kunnen krijgen. Wat is uw reactie daarop? Nou ja, dat A, die brief dan wel een hele mythische status gekregen heeft, maar ook naar u toe. U zou zich, ik denk dat u het complete personeelsdossier van de heer Staal wel zult hebben, u zou zich toch ook eens in de pensioencontracten moeten verdiepen, met name wat er in 2005 qua pensioencontract afgesproken is. Ja, en voor het overige, ik vind het een exorbitant bedrag. En daarbij, de rechter zal hier uiteindelijk een oordeel over moeten geven. Heeft u spijt dat u die brief hebt getekend? Nou, ik heb er al eerder van gezegd dat ik die brief in combinatie van feiten waar ik zelf verantwoordelijk voor ben en opvattingen over iets wat ik niet kon overzien, dat ik op dat vlak dus langer naar had moeten denken of had moeten vragen, geef mij dat pensioencontract in 2005 er eerst eens even bij. En in dat opzicht vind ik dat ik die brief inderdaad te vlot getekend heb, maar vind ik ook dat die brief mij betrekt bij iets waar ik geen verantwoordelijkheid voor wil dragen. Heeft u spijt dat u de brief hebt getekend? Ja, u bent de commissie van spijt aan het worden. Ik heb in eerdere instanties al gezegd, ook in de pers gezegd en ook overigens in
een verhoor bij de rechtercommissaris in Rotterdam gezegd. Ik vind dat ik de brief te vlot getekend heb. En daarna zeg ik daar ook bij. Het is een ingewikkelde juridische casus. Ik vind het bedrag wat uiteindelijk gefouteerd is exorbitant. En de rechter moet maar een oordeel geven over de brief. En wat zou het betekenen volgens u? Zegt u eigenlijk van die brief moet als niet getekend worden beschouwd? Nou, dat is een onzinnige vraag. Nee, ik heb die vraag gesteld, dus u zegt van ja, maar gezien alle feiten die u kent. Ik geef er even noord. Wij vragen als commissie die vragen, dus ik geef er even het feit dat wij het stellen betekent dat wij het relevant vinden. Ja, dus of het maar, onzinnig is, dat is niet aan u. Nou, dit ontschoot me even, maar het is wel een oordeel. Wat ik daarvan vind, heb ik erover gezegd. Ik heb de brief te vlot getekend, omdat ik niet betrokken ben en niet weet wat er in het contract 2005 staat en ook hoe dat tot stand gekomen is. Ik vind het bedrag exorbitant en de rechter moet er uiteindelijk maar een oordeel over geven. Meneer Nordanus, onze enquêtecommissie onderzoekt feiten. Zo komen we tot waarheidsvinding. En dat doen we natuurlijk omdat Vestia als veruit grootste corporatie van Nederland ten onder is gegaan uiteindelijk. We gaan terug in de tijd naar Vestia om te kijken waar dat allemaal is ontstaan. U was zelf een tijd lang voorzitter van de Raad van Commissarissen. U heeft uw eigen acties gehad in uw tijd bij Vestia. Toen was dat Staal er al als directeur-bestuurder. U heeft met hem afspraken gemaakt over verdere beloningen dan wel pensioenen. Uiteindelijk is daar zoveel warrigheid over ontstaan dat er in de nasleep, toen u daar feitelijk niet meer aanwezig was, een heleboel dingen voor moesten worden geregeld en er werden brieven geschreven en nieuwe contracten. En uiteindelijk was het salaris niet transparant. Er kwamen de Kamer vragen en de minister dook er overheen. Dus onze vraag is, uw tijd is daar toen niet die kiem gelegd voor al deze onduidelijkheid dan? U was toen de baas van Staal in die zin. U ging over zijn salaris en zijn pensioen. Een heldere vraag. Het antwoord is nee. En wel daarom, omdat de salarisafspraken van de heer Staal te ontlenen zijn aan het eerder ruim voor mijn entree bij Vestia afgesloten contract uit 94-98. In dat contract overigens qua pensioenregeling een heldere afspraak zag. Dus je kunt mij hoogstens verwijten dat op het punt van de pensioenregeling onduidelijkheid ontstaan is. En daar ben ik, dat geef ik u graag toe. Maar de hele discussie over de salariering van de heer Staal en ook de politieke ophef daarover vindt zijn oorsprong in het contract Remmerswaal 1994-1998. Goed, ik wil u nog iets anders vragen, meneer Nordanus. Het ging uiteindelijk gruwelijk mis met Vestia. U heeft dat zelf een tijdje gezeten. Als ik u nu vraag van, ik vraag u om uw mening, die is zeer relevant voor onze commissie. Wie is nou in uw ogen verantwoordelijk voor wat er uiteindelijk is gebeurd met Vestia? Dat vergt een complex antwoord. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de controls, de controlemechanismes in de organisatie, is in mijn tijd een treasury statuut, een financieel statuut vastgesteld waarin op cash management, beleggingsbeleid, financiën, gebruik van derivaten een terughoudend beleid inzat. En je ziet door de loop der jaren dat Vestia in zijn financieringswijze eigenlijk meer bank werd dan woningcorporatie. En dat is gebeurd door onvoldoende span of control in het bestuur zelf. Door het niet leven naar het treasury statuut wat er lag. Maar ook niet duidelijk worden in accountants controle dat er niet naar geleefd werd. En dat is, maar dan ben ik net zoals u, ben ik in ieder geval krantenlezer, want ruimjarig niet meer betrokken bij Vestia. Dat is ook gebeurd omdat op cruciale momenten de Raad van Commissarissen die er zat informatie onthouden is die een Raad van Commissarissen moet hebben om op een fatsoenlijke manier te kunnen sturen. Als u jezelf terugkijkt op het debakel, zou u achteraf bezien in uw tijd
nog iets anders hebben gedaan dan u heeft gedaan? Dat hebben we eerder, denk ik, met elkaar gewisseld. En daar zeg ik twee dingen over. In mijn tijd zat er een mondige en ook qua disciplines, verschillende vakgebieden, toegeruste raad van commissarissen die toezicht hield op de manier zoals een corporatie ook toezicht moet hebben. De fout, en dat erken ik, wat ik had moeten doen, wat wij hadden moeten doen en wat ook daarna nagelaten is, is dat in zo'n grote onderneming ook aan de bestuurstafel, dus op dagelijkse, dagdagelijkse basis tegenspraak moet zijn. Dus ik denk dat als het nu gaat over wat ik ervan vind en wat ik echt in mijn tijd anders had moeten doen. Ik had moeten zorgen dat er een meerhoofdig bestuur bij Vestia kwam en dat had voor iedereen goed geweest. Overigens allereerst voor de huurders van Vestia en wat er in die steden waar Vestia actief moet gebeuren. Maar dat had ook voorkomen dat at the end of the day een gedreven bestuurder uit de bocht vloog, want dat is er gebeurd. Goed, mevrouw Hasje, wil u ook nog wat vragen? Ja, meneer Nordanus, als ik het voor zou beluisteren, dan klinken uw antwoorden aannemelijk. U bent ook in een beperkte periode lid geweest van de Raad van Commissarissen, 2001 tot 2003. En toch zet ik vraagtekens bij uw woorden die u gebruikte, dat de Raad van Commissarissen de facto tegenspel bood. De heer Staal die hechtte veel waarde aan zijn salaris. Dat bleek ook uit de verhoren met de heer Luchten en met de heer Koltek. En u bevestigt dat ook. Klopt dat? Het zijn twee verschillende dingen. U heeft een oordeel over het toezicht van de Raad van Commissarissen. Daar meent u van te weten dat die Raad van Commissarissen in mijn tijd tekort schoot. En u zegt dat de heer Staal hechtte aan zijn salaris en zijn salarisontwikkeling. Het laatste is het geval, dat wil ik bevestigen. Ja. En uw eerste vraag vergt meer toelichting van uw kant, want dan moet Absoluut. U ook zeggen waar dan die Raad van Commissarissen de plank misgeslagen heeft. Nou, daar kom ik ook op, maar daarom begon ik ook met mijn eerste vraag, dat u dus ook bevestigt dat de heer Staal veel waarde hecht aan zijn salaris. En dan is mijn vervolgvraag dan ook, het salaris is gekoppeld aan de groei van Vestia. En is het dan raar dat de heer Staal fusie op fusie stapelde? Het is eerder in het gesprek aan de orde gekomen. Die fusies zijn naar mijn stellige overtuiging nooit gebaseerd geweest op het vullen van de portemonnee van de heer Staal. Integendeel, dan had een raad van commissarissen, had ik in mijn tijd ook wel aan de rem getrokken. Er waren goede argumenten om het bedrijf te laten groeien zoals het gegroeid is. Argumenten die te maken hebben met de volkshuisvestelijke problematiek in steden als Rotterdam en Den Haag. Argumenten die te maken hadden met verzoeken van opvolgende ministers. Kunnen jullie ons niet helpen met dit probleem bij een andere corporatie? Dus die dat argumenten die waren er. En dat zijn ook valide argumenten. Dus u ziet geen enkele relatie tussen het feit dat, en u bevestigt al dat de heer Staal veel waarde hechtte aan zijn salaris. Ik bedoel, hij ging ook in die zin ook echt de confrontatie aan met de Raad van Commissarissen. Mag ik mijn vraag afmaken, ja, meneer Nordanus? U bevestigt dat. En als ik u dan weer beluister in uw antwoord, dat u zegt van nou, bij die fusies heeft dat geen enkele rol gespeeld. Zou ik het toch nog een keer voor willen leggen, ziet u die koppeling niet tussen het feit dat dit ook meegespeeld zou kunnen hebben bij de heer Staal? Het feit dat zijn salaris gekoppeld is aan fusie, aan grootte van Vestia. En dat hij daardoor ook die keuzes ook mede heeft genomen. Nee, ik vind dat een gewrongen argumentatie. Okay. En in mijn rol als toezichthouder, want u in uw vraagstelling zit, hoe denkt de heer Staal daarover? Ik kijk er ook als toezichthouder naar. En ik heb dus in mijn periode een aantal van die fusies langs zien komen.
En heb ook vanuit die inhoudelijkheid naar die fusies gekeken. Ja, dus u zegt dus die relaties zag u niet en die speelden dus ook helemaal geen rol. Ik vind dat een gewrongen idee om te denken dat daarom Vestia zo groot geworden is. Ook, dat is geen antwoord op mijn vraag. Een gevrongen idee, dat is prima dat dat uw mening is. Maar mijn feitelijke vraag is, u zag daar dus geen relatie tussen het feit dat de grootte van Vestia en het salaris van de heer Staal, dat dat een argument of een reden zou kunnen zijn geweest voor die overname. Ja, maar in zien zit het idee van misschien heb je wel iets over het hoofd gezien. Dit is niet het geval. Het is een onzinnige gedachte. Het speelde geen rol dus. Ik kan me niet voorstellen dat dat bij Staal een rol gespeeld heeft. En ik weet zeker dat het geen enkel issue in de Raad van Toezicht geweest is. Ik heb nog één vraag en dat is, u haalde volgens mij de woorden aan als het ging om het salaris en de stijging van het salaris van de heer Staal, dat er een veranderend landschap was ten aanzien van de beloningen. En toch ging u de confrontatie niet aan op dit punt met de heer Staal. Waarom niet? Nou, er was geen aanleiding voor, want ik heb geprobeerd te vertellen dat de heer Staal recht had op salarisverhogingen op basis van het contract 94-98. Dat de enige afwijking van dat contract geweest is in mijn periode dat hij 2 jaar eerder dan voorzien aan het eind van zijn op zijn salarisplafond terechtgekomen is. En ik ben de confrontatie wel aangegaan in de situatie dat daarna weer een discussie ontstond of dat salaris wat hij had wel hoog genoeg was. En daar is onze gezamenlijke conclusie van geweest. Inderdaad, het is wel welletjes en dat vond ik ook. Daar is het toen ook bij gebleven? Daar is het bij gebleven. In het alternatief hadden we moeten zeggen, we ontslaan je, we rekenen af en daar was bepaald geen aanleiding voor. Dank u wel. Mevrouw Hashi, bedankt. Meneer Nordanus, we komen aan het einde van het openbaar verhoor. U zei net tegen collega Bashir, u wordt de commissie van spijt. Ja, dat is natuurlijk alleen al bij Vestia 2 miljard euro verdampt. Dat had anders in de sociale volkshuisvesting gestoken kunnen worden. Dus ik denk wel degelijk dat er een rol dient te spelen. Dat wou ik u nog even meegeven. Ja, laat ik dan van mijn kant zeggen, dat ik wat er met Vestia gebeurt is natuurlijk ook enorm betreur. Dus daar hoeven we elkaar niet op te bevragen. Mm-hmm. Maar dat ik graag, en dat heb ik ook geprobeerd zo goed mogelijk te doen, hier verantwoording af wilde leggen over wat er in mijn periode, dus ruim 10 jaar geleden, op het gebied van toezicht gebeurd is en wat er op het gebied van salarisontwikkeling gebeurd is. Dus ik hoop, dat hebben we zeker gedaan. Maar ik hoop dat u daar ook dan een indruk van gekregen heeft en daar wou ik het bij laten. Ons onderzoek gaat door, meneer Nordanus. En ook als daar spijt een rol in speelt, dan denken we dat het heel belangrijk is. Ik sluit deze vergadering. Dank u wel.